Ik ben Sascha. Ik ben Sander. Wij studeren technisch bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht. De opleiding is als volgt opgebouwd. De eerste twee jaar ben je bezig met de basisvakken. Inleiding tot beroep, procesmanagement, customer intimacy bijvoorbeeld. En de volgende twee jaar, dat zijn de hoofdvakken. Verandermanagement bijvoorbeeld en system engineering. En als laatste is het afstuderen. Ja, dat duurt ongeveer een half jaar. In een module werk je altijd toe naar een beroepsopdracht. De theorie die je in een college behandelt, aangevuld met oefenopdrachten, pas je toe in je werk. En ja, het is eigenlijk een combinatie tussen je werk en je studie. Werk en studie zijn goed te combineren. Zo zijn we bijvoorbeeld nu bezig met het vak procesmanagement. Daarin moeten we een proces pakken binnen het bedrijf waar je werkt. En dat moet je verder gaan uitwerken, gaan uitdiepen. Dus, ja, je ziet ook direct resultaat. En dat stimuleert heel erg. En wat je ook ziet, is dat medestudenten ook een carrière stap maken. Ja, zeker ook omdat je door je studie toe te passen op je werk, collega's en leidinggevenden ook gaan zien dat je bezig bent met je studie. Hè, en dat je jezelf ontwikkelt. Ik vind mijn studie technisch bedrijfskunde heel erg leuk. Vooral de combinatie tussen theorie en praktijk. En dat je direct resultaten ziet. Voor de colleges kom je één avond in de week op de Hogeschool Utrecht. Zo'n avond duurt meestal van 6 tot 9:30. Per semester heb je één vak. Wat gegeven wordt door één docent. Dus wat dat betreft is dat wel goed geregeld. Omdat je zo niet meerdere vakken door elkaar hebt en meerdere docenten. Je hebt daardoor ook geen versnippering van losse vakken. Ja, de docenten die komen allemaal uit de beroepspraktijk. Hè, dus vaak werken ze nog. Daarnaast zijn ze ook getraind als docent. De studielast wisselt nogal, maar reken op 8 à 10 uur per week. Ik ben de dag na de college ben ik vrij, dus dan plan ik altijd mijn studie in. Ja, zelf zit ik per dag 4 uur in de trein. Ik woon in Leeuwarden, dus dan kan ik daar het meeste doen voor mijn studie. De medestudenten vormen een hele gevarieerde groep. De functies variëren ook, van werkvoorbereider tot directie. En de leeftijden zijn ja, van rond de 20 tot 50 jaar. Nou, de diversiteit van alle studenten dat bevalt heel goed. We hebben allemaal een andere achtergrond, andere werkervaringen. Dus daardoor kunnen we ook heel veel van elkaar leren.